kijkers bij Gerda TV. Hallo, ik ben Simon en vandaag gaan we packs openen op mijn iPad. We beginnen gelijk met de eerste natuurlijk. En wie krijgen we? Dainelli met 34 pace. Het is niet gelijk de beste die opflash, dat zie je al. Dat gebeurt wel vaker. Meestal staat geen die opflash ook achteraan. Verder hebben we hier Van Dijk, Icardi, Danilo Pereira, Kostic. Nee, echt helemaal niks. Volgende pack, Bruno Alves. Oh, Ter Stegen en Busquets. 100 Busquets en 96 Ter Stegen. Allebei Europese sterren. Dit is wel een heel goed pack. 2 in 1 pack. Dan, oh, Alba. Jordi Alba. 98. Wat is die goed. Verder nog Gervinho met een mooi voorhoofdje. Walcott met 96 pace. En voor de rest niet echt veel bijzonders. Maar wel Jordi Alba. 98. Kijk die stats. Busquets, ja, alleen maar kan die verdedigen. Maar voor de rest. Volgende pack. En het zijn 100k packs. 24 goud, 24 zeldzaam. Allemaal spelers. En we krijgen Nakuma. Verder nog Rondon. Is niet super goed. Quaresma. Oh, Fabinho in vorm. Niet de allerbeste in vorm. Maar wel een in vorm die ik nog niet heb. Felipe Luis als dubbele. Voor de rest, ja, eigenlijk is de pack best wel slecht. Ja, Fabinho dus eigenlijk alleen maar. Redelijke stats overall. Ook RVV zie je niet vaak. Volgende pack, ik ben benieuwd. Griezmann op de voorkant. En, ja, El Shaarawy, prima speler, maar die heb ik waarschijnlijk al. Oh, in vorm Fernandes, niet verkeerd. Glik Danilo, ik zie naar groen. Ter Stegen dubbele en nog Sterling. Sterling, wat is die goed, 104 pace. 99 dribbelen. Zoé. Haan hebben we nog. Adouris. El Shaarawy dus, die we net zagen op flesje. Nou, jullie hebben vast ook wel mijn clubnaam gezien. Eriksen FC. Want mijn lievelingsspeler is ook gewoon Christian Eriksen. En hier, ja, Sterling. Echt heel erg goed. Alles in de club. Volgende pack met Lacazette op de voorkant. Gignac. Ja, die is niet zo goed. En... oh, andere in vorm. Lozano. 80 dribbelen, 80 schieten, 89 pace. En Kroos. Oh, nou, dus redelijk. Van 100k pack niet super goed. Een tap. Ja, die zie je veel in League 1 teams. Volgende pack. Oh, Memphis. Monreal. Adebayor. Dempsey. Deze pack is niet zo goed, denk ik. Witsel. Nee, deze pack is denk ik niet zo goed, nee. Voor de rest. Ja, alles gewoon in de club, ja. Kane, oh nee, Lacazette op de voorkant. Die is wel een keer leuk. Papadopoulos, daar heb je echt helemaal niks aan. Tito, Marcello. Oh, inform Fabregas. Een van de betere informs van deze week. En oh, weer Ter Stegen. Hoe kan dit? Hou het mogelijk, gek. Schürrle, Willems. Marquinhos. Diego Lopez, Papadopoulos. Oké, we gaan volgende pack weer. Kane op de voorkant. Natuurlijk een goede link met Eriksen. Even kijken. Matri zien we hier op flesje, maar dat zegt nog niks. Ja, Sahin. Dit is een beetje slechte pack, denk ik. Weer Ter Stegen. Hoe is het toch mogelijk? Zit hij in elke pack of zo? Nou, Sigurdsson, Lilic. Zuma, goede verdediger. Bender, ja, volgende pack. Daar moet Messi toch wel in zitten, hoor. Messi moet in de volgende pack. En dan gaan we naar de volgende. Titon. Nou, oud PSV / Rode JC. Oeh, Coman en Mahrez. Dat zijn leuke spelers. En Alonso. Nani, Skiller. Weer Ter Stegen. Dit kan toch niet, joh. Kandreva. Hernan Diouf. Is natuurlijk heel snel. Laatste pack alweer. En daar Lacazette op de voorkant. En in de pack. Skip pack. Oh, veelbelovende speler. Mkhitaryan. Lekker turquoise kleurtje. Die is heel erg goed. 5e weak foot. 4e skill moves. Heerlijke stats ook. Echt nou. Weer in vorm Lozano. Dat is nu de tweede keer. Nice. En Diouf. McCarthy. Zuma. In vorm Fabinho.
Ja, dit, ja. Oh, hier, even door de club heen natuurlijk, hè. Dit gaat wel heel snel natuurlijk. En hopla, hier zijn wij de goede spelers. Busquets. Prima spel natuurlijk. Jordi Alba. Ter Stegen. En Sterling. Dat zijn de groene die we vandaag hebben gepakt. Ja, natuurlijk hebben we Ter Stegen wel 4 keer gepakt of zo. Voor de rest ook goede stats iedereen. Jordi Alba hier weer. Ja, 100 pace. Hoe kom je er toch bij, joh? Ja, Sterling, 104 pace, 99 dribbelen. En die informs, Fabregas. Lewandowski had ik al natuurlijk. Hazard heb ik gisteren gepakt. En verder, ja. Dit was weer de video. Geef een like en ik zie jullie later. Dit was de slechtste pack opening ooit.